nog 2 minuten. Makkelijk. Het is makkelijk. Bravo. 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 Zie jij hem al? Een hele goede morgen vanuit Montélimar. En vandaag is het tijd om de rode lantaarn van deze Tour de France eens in het zonnetje te zetten. Dus dan is de vraag, wie heeft de rode lantaarn in handen? Nou, dan moet ik zelf ook even kijken in het algemeen klassement. Op plek nummer 172 staat Pavel Sivakov. Op 1 uur, 11 minuten en 44 seconden. Dat is net, hè? Hij verdient wel, denk ik, om support in de rug te krijgen. Een fanclubje. Zit je lekker, jongen? Hoe is jouw Russisch? Vandaag worden wij fan van Pavel Sivakov. Sivakov. Maar heb jij een beetje idee wat we kunnen doen? Dan wil ik gewoon als van die gekke Colombianen bij die bus gaan staan. Oh, op de berg. Helemaal gek maken, die berg. Maar ook online even. We moeten even een fanpage komen. Nou, aan de slag. Om een fanclub op te richten voor de rode lantaarn. Hij heeft een wat lastig begin gehad, maar hij verdient nu steun. Wit, blauw, rood. Nee? Nog eentje doen? Pavel, Pavel. Pavel, Sivakov, Ineos, Pavel, Pavel. Tour de Vietema. Tour de Vietema. Hier is wit, in het midden is blauw. De Pavel Sivakov fanclub, hè? Welke letter ben je niet aan het maken dan? Pavel? Ja, de Russische vlag is wit is boven. Je moet hier de P maken, niet daar. Oké, dus maak hier maar de L van, ja? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, we zijn op naar de start. De vlag die zit erin. Dat past net, hè? Past net. Kennen jullie al wat Russische woordjes? Vodka. Nastrovje. Emelira Terskowski. Hoe? Oh. Wat is dat? Moet ik even googlen. We zullen het insert in beeld misschien. Oh, dat betekent een boosje. Oké, hier komt succes. Udachi. 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 Oké, nu even, je bent de beste. Neem op de rotonde de tweede afslag naar N7. Dit is geen Russische. Kewuchi. Allee, allee. Gaan. Idi, idi. Idi, 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 idi. We zijn onderweg naar de bus van Ineos om even die laatste succeswensen te wensen voor de start. Pavel kan zo elk moment uit de bus gaan komen. En dan gaan we hem echt even een warm welkom heten hier zo bij de start. Gaan het klassement omhoog helpen? Ja, hij staat nu als rode lantaarn laatste in het klassement. Maar na vandaag gaat dat niet meer zo zijn. Maar hij moet toch zo komen, of niet? Het is nog een kwartiertje tot de start. Dat is hem niet. Je kan ze niet eens herkennen. En dat is hem. Pavel, 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 Pavel. Good luck today. We're gonna move up in the GC, hè, Pavel? Come on! Come on, Pavel! Oké, come on, we moeten naar de start, we moeten naar de start. 11:50. Ze starten over 10 minuten. Let's go! Lucas! Oké, ook een beetje succes voor Lucas, maar niet te veel, hè. Alexi! Goed, verdoem me! Kom maar! Pavel, help Pavel today, hè? Come on, I look for Pavel today! Voor Pavel, hè? Pavel, Pavel! Dat zijn zijn ploeggenoten die allemaal langskomen. Die moeten vandaag Pavel ook steunen om er doorheen te komen. Hey, kom Pavel! Nog 2 minuten. Pavel! Oké, Josse, 3, 2, 1. Pavel! Nu gaan we snel onderweg. Want we moeten hem natuurlijk aanmoedigen op de bergen waar hij het de afgelopen dagen lastig heeft. Maar vandaag... Hij is gefocust, hè? Vandaag, hij was gefocust. Ik denk dat hij er vandaag echt wat moois van gaat maken. Het is wel mooi hier, hè? We zijn ondertussen op het parcours aangekomen, want we gaan naar de Col de la Luzette. Dat is een hele lastige beklimming. Straks even een mooi plekje zoeken om de auto neer te zetten, alle vlaggen op te hangen. En dan hopen dat Pavel het gaat zien. En ik denk dat dat echt veel gaat uitmaken. Ondertussen is de fanclub van Pavel Sivakov. We zitten al bijna op de 1000 volgers van de fanclub die vanochtend is aangemaakt. Hier is de duivel. Ah. Oh,
we zijn aangekomen op Col de la Luzette. We hebben nog maar 30 minuten ongeveer voordat het peloton langskomt. En misschien ook al wel daar Pavel. Maar we moeten even nog alles klaarmaken. Ik vind deze wel goed te zien hoor. Hans, zal ik je meteen helpen? Yo, wil je meehelpen? Ja, pak maar gewoon eentje, help gewoon mee. Pavel, thank you, breid uit jongens. Lekker. Pas op voor de auto's hè. Josse gaat voor een iets fancier kleurtje. Die bijna aan, zit er al helemaal onder. Maar ja, we moeten het even afwerken. Het moet echt vet zijn. Pavel, kom op, hè. Et les pourcentages les plus difficiles, on le rappelle, sont dans la deuxième partie de l'ascension. Voilà, Fabio. We zijn hier op het Russische rechte stuk, waarin we eerst allemaal Pavel op de weg hebben geschreven. Pavel, Pavel kan je als u het weet. Oh non. Ah, oui, oui. We gagné hier déjà. Bonjour. En dan hebben we ook Pavel zo geschreven, zoals als de helikopter hierboven komt, volgens mij hoor ik hem al. Kan je dat zo in beeld brengen? En dan komen we bij het spektakelstuk, hè? De Russische vlaggen met Pavel. En we gaan er ook eentje vasthouden. En dit loopt gewoon door, hè? Dit stopt niet. Zou je kunnen waarderen, denk je? Hij kan dit niet zien, zou ik zeggen. Als het nu niet van de laatste plaats komt? Ja, ik denk echt dat hij stappen gaat maken vandaag in het algemeen klassement. Alles op Pavel, hè? Daai. Nice, Fabio, nice. Kom aan, Wout. Hey, Wout, gefeliciteerd nog, hè? Lekker, hoor. Waar is Sivakov? Waar is Pavel? Kom op, hè? Hey, maar Bas, we hebben nu het hele peloton aangemoedigd, maar nog geen Pavel. Nee. En kijk, hier mag die andere natuurlijk wel een beetje aanmoedigen. Ja, maar ja, het gaat om Pavel uiteindelijk. Pavel iets kijk, meer. Kijk, staat die Pavel, staat daar Pavel, overal Pavel, maar nog geen Pavel gezien. Hij komt nog wel. Dylan, waar is Pavel? Die overleeft het wel. Ja, die komt het goed? Oh, yes! Lekker Dylan, succes hè! Oh, hij komt er nog aan dus. Hij komt er nog aan. Dit zijn veelbelovende woorden. Ja, heel goed. Waar is Pavel? Nee, dat is wel niet. Come on, up! Makkelijk. It's makkelijk. Succes nog, hè? Smakelijk. Oh, it's makkelijk. And where is Pavel? I don't see Pavel. No Pavel. Pavel Sivakov? Yeah, yes. Sivakov. I don't see. No, not yet. I don't know if he. But we hope so because we made a flag. The flag? Yes, a flag for yes, Pavel. For Pavel. Pavel. Is this Pavel? Nee, dit is Oliver. Hey, Oliver! Pavel! En Oliver voelde zich echt bedrogen. What the fuck, zei hij? What the fuck? Moeten we volgende keer maar een Vlaamse vlag maken? Pavel! 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 Zie jij hem al? Zie je daarbij? Zie hem niet. Nee, dat is hem niet. Dat is hem niet. De wegen beginnen wel leeg te worden. Vooraan niks meer te zien. Maar daar komt er weer één. Wie is het? Shit, weer niet. Weer geen Pavel. Het duurt echt lang ondertussen al, hè? Josse! Josse, hij komt, hè? Jij zit aan deze kant van de weg, kom op. Kom op, Pavel! Kom op, Pavel! Kom op, Pavel! Kom op, hè! Luke, you gotta help Pavel! You gotta help Pavel, Luke! Come on, hey! Come on! I got him. You got him? I got him. Thanks so much. Help Pavel, hè? Help Pavel! Gaat goed komen, man. Hier, kijk, hè. Er zitten nog echt fucking veel renners achter. Hij gaat schuiven in het klassement, man. En de ploegleider deed een duimpje omhoog. Dus we kunnen nog één ding doen. Naar de finish. En hopen dat hij tijd pakt op de ene laatste. Precies. Kom op, Pavel! Kom op, Pavel! Kom aan! Maar het was wel heel gezellig.
Ja, dat is wel leuk. We hebben een leuke dag gehad. Dat is wel gezellig. En we hebben het geprobeerd. En we hebben er echt alles aan gedaan. Wil jij Pavel nou ook een beetje steunen? Zet dan je beste steunbetuiging neer in de comments. En ga ook direct even naar Instagram. Want Parijs is nog ver en hij kan nog veel mensen gebruiken. En doe even een duimpje omhoog. Oh ja. En tot de volgende. Au revoir. Tot ziens.